Zeg je Groningen, dan zeg je zuinig. Zeg je zuinig, dan zeg je korting. Zeg je korting, dan zeg je... Oh mijn god, het is echt... Ik ben in een hele nieuwe wereld terechtgekomen. Of zoals haar officiële titel luidt... De Groningin des afprijzing. Ze is hier, internetsensatie Gea Kramer. Woe! Nou. Iedereen kent jou, hè? Gea, ja. Mag ik je badjas aannemen? Want ja. Jij bent onze badgast. Een bad voor korting. Heerlijk. Zal ik hem aannemen? Oh. Dank je wel. Voilà. Wat ziet er leuk uit. Dank je. Moet ik je helpen? Alsjeblieft. Moet ik je helpen? Ja, ik doe het altijd zo. Ga lekker zitten. Dank je. Nou. Zo. Nou, die zit. Wat leuk dat je er bent. Wat ga je nou doen? Vloggen. Oh, ze pakt meteen de telefoon erbij om te gaan vloggen. Gea, even voor de mensen die... Voor één apenkop die niet weet wie jij bent. Wie ben jij? Wat doe je? Waarom zit je hier? Nou, ik ben Gea Kramer. Ik ben binnenstadbewoner en ik ben Kortingsgroningen. En ik ben altijd op zoek naar kortings in de stad. En ik maak daarbij ook nog straatfilmpjes. Ja. Ja, inderdaad. Je brengt het nu allemaal heel erg alsof het iets normaals is. Hè? Maar dat is het natuurlijk niet. Zullen we even gaan kijken? Ja, is goed. Ja, dat denk ik wel. Gea? Oh, heeft u kortings? Kortings. 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 Wauw. Kortings. Even de vriezer weer volgooien. Kortings. Kortings, kortings, kortings. Kortings. Heeft u kortings? Wat vind jij nou zo leuk aan korting? Kan je dat eens... wat doet korting met jou? Nou, dat vind ik wel kicken. Dat is mijn sport. Ja. Als ik kortings heb gevonden, dan krijg ik wel een adrenaline-stoot. Ja? Ja. Dus het is een soort permanente zoektocht... Ja. Naar iets een beetje van de prijs af. Ja. Dat kan je iedere dag doen, gewoon onderweg. In je eigen stad, in je eigen supermarkt. En hoe gaat dat dan? Hoe ziet een dag van de Groningin eruit? Ik ga meestal wel iedere dag boodschappen doen. Want ik woon in de binnenstad. Dus als ik mijn deur open doe, dan sta ik al in de binnenstad. Dus ik ben iedere dag wel even buiten. En dan ga ik boodschappen doen. En ik loop onderweg door de Heerstraat. En dan? En daar zie ik ook weer van alles. Maar wat zie je dan? Ja, ik zie kortings. Waarom zeg ik steeds met een S? Het is toch korting? Nee, dat is Gronings. Gronings? Ja. Wij zeggen hier ook geen aardbevingen, maar aardbevings. Maar dat klopt niet, toch? Nee, maar het is wel snel klaar. Ja, precies. Het scheelt een paar letters. Ja. Oké, tiet is geld natuurlijk. Kan je vertellen, er zijn bepaalde kortingen die jou extra aanspreken? Stel nou dat er staat 3 krentenbollen halen, 2 betalen. Doet dat het ook voor jou? Nee, daar kijk ik niet echt op, nee. Nee? Nee, dat is maar leg eens uit dan. Nou, ik kijk voornamelijk dan naar de dingen die ik eet, die ik lekker vind. En die wil ik graag met kortings. Kortings. dus, kan je eens vertellen over je laatste korting? Want ik vraag me zo af, gaat dit over tientallen euro's, gaat dit over 20 cent? Hoe? Nee hoor, dat gaat over je boodschappen doen... voor 60% in plaats van 100%. Ja. En hou je dan ook dat geld wat je bespaart? Stop je dat? Staat het op een Zwitserse bankrekening? Geef je dat weg? Nee, daar kijk ik alleen niet naar. Sorry? Nee, staat niet op een Zwitserse bankrekening. Oké, maar je profiteert er gewoon van? Ja. Oké. Is er... een korting die jij graag nog een keertje zou willen tegenkomen? Zijn er kortingen waar je van droomt? Ja, ik krijg een echte geweldige kick van 100% kortings. 100% kortings? Ja.
Wat leuk. Nou, ik help het je hopen. Er zijn hier, we hebben een bad vol korting. Het ligt ook, het is ook een beetje overheen gegutst, de korting. Vind je het leuk om hier misschien te blijven zitten? Ja, is het voor de komende week? Want dan schrijf ik even wat op. Ik ga ervan uit dat het allemaal heel erg actueel is. Ja. Blijf lekker zitten. Je mag Dankjewel. Ook vroegen. Oh, leuk. Trouwens, dat heb ik er net helemaal niet gezegd. Als jullie, doe ook lekker mee, hè. Ik hoor al mensen gewoon die door me heen roepen. Dat is echt ook echt de bedoeling. We hebben ook een microfoon, ding, dobbelsteen, apparaat. Want we vinden het heel leuk als jullie... Is er bijvoorbeeld iemand die een vraag aan Gea heeft? Ik bedoel aan de Groningin. Of iets, of een opmerking heeft, of een tip voor mij. Van, goh, dat moet je toch anders doen. Ik heb dit altijd al eens willen doen. Zal ik dit gewoon doen? Waar zit iemand zonder glas? Nee, ik gooi hem gewoon een beetje zo, jij in het roze? Is dat leuk? Nee, je hoeft niks te doen, maar je moet hem alleen maar even vangen. Dan is hij gewoon in het publiek. Oh, sorry. Oh, wow, oké. Ja, dus als je gewoon tussendoor iets wil zeggen, dat vinden we heel leuk. Oké. Graag een heel groot applaus voor Gea Kramer. Ja.